zijn we in Leersum. Het was heel lekker in Epe. Heel fijn. En nu hebben we toch een leuk verhaal voor jullie. Want de moeder had koekjes gekocht. En wat zat er voor koekje in? San Francisco. Ja, en wat zat erin? De verpakking was nog dicht. Dit was een lange rol, gekocht bij de Jumbo in Amerongen, maar die treft geen blaam, want daar zitten allemaal zulke koekjes in. En dat was gewoon aangeknabbeld door beesten, dat kon je zo zien. Ik dacht, ja, misschien is het gebroken bij de Jumbo. Dat iemand het laten van, nee hoor, de verpakking was er. En de stukjes die eraf waren, waren niet in de verpakking. Dus het was nogal heel goed te bekijken. Het is gewoon afgevroten. Ja, Kees. Aangezien wij ervaring hebben met muizen, dacht mijn vriendinnetje, 1 en 1 is 2. Ja, ze dacht, ja, je hebt eraan gezeten. En allemaal kijken hoe Verkade daarop reageert. Ja, want ze heeft dus een brief geschreven. Zullen we nu zien. Dat is het leuke. En nu heeft ze een pakje gekregen van Verkade. Oh, wat grappig. Ja, ik had een week gebeld. Ik dacht, ik doe niet meer. Ik schrijf een week gebeld? Ja, een week iedere keer gebeld. En dan zei ze, ja, u wordt teruggebeld. Maar en ze heeft zo haar best gedaan om Verkade te... sparen. Te bereiken dat het leek de GGD wel. Ja, bij Verkade zijn het dus ook ambtenaren. Dat is duidelijk. Maar nu komen daar moet dat filmpje naartoe. Oké. Ja. Nu komen wij dus thuis uit Epe en nou hebben we een pakje van de post van de Koninklijke Verkade. Ja, dus dat is toch wel heel leuk. En dan gaan we unboxen. Nou, er zit een taart in, denk ik. Ja. Dus dat is een beetje een verrassing. Ja, dat is toch leuk. Ja, 2 rollen, dat kan ik je zo vertellen. Er vliegen muizen uit. Ja, misschien hebben ze de muis gevonden en sturen ze hem nou op. Ja. De Koninklijke Verkade nog wel. Ja. Ik denk aan de andere oh. Ja. Denk om met dat mes. Oef. Deze kant. Nee. Jawel, onderop. Nee, je moet onderop nog een ding openmaken. Riep even met het mes. Aan de andere kant. Ja. En... Oh, het is nog vreselijk. Ach, hou toch op even. Doe toch rustig. Daar gaan we maar even kijken. Het is net Sinterklaas, of niet? Paniek, ja. Wat een paniek. Niks aan de hand. Ja. 1, 2. Maar je moet ook even die brief... Je moet ik even die brief lezen. Oh, kijk dan. Gewoon eentje. Wat dacht je dan? Nou, minstens 2. Ik zei, ik hoef geen nieuwe koekjes. En ik heb nou een 3 rollen gekocht. Ik krijg 1 rol vergoed. Had je 3 rollen aangevreten? Je moet eerst die brief lezen. Ja. Maar je denkt toch niet dat die mensen zo kunnen denken zoals wij denken? Nee, nou, gek, ik zeg al, er zitten ambtenaren. Maar ja, alleen de verpakking is al duurder. Jongens. En het versturen. Geachte mevrouw Tamminga, wij ontvingen uw vraag met betrekking tot Verkade San Francisco Naturel. Dit product bleek incompleet te zijn. Wij bieden u hiervoor onze verontschuldigingen aan. We hebben uw klacht laten onderzoeken door de kwaliteitsdienst in onze fabriek. Zij geven hierover het volgende aan. Wij komen tot de conclusie dat dit afwijkende biscuitje binnen het inpakproces is ontstaan. De koekjes worden op de productieband geplaatst en in stapeltjes aangeleverd om ingepakt te worden. De aandrukker op de machine die dit doet is rond, waardoor het lijkt of er een hapje uit de biscuits is genomen. Tijdens een storing kan het voorkomen dat de stapeltjes met koekjes iets verschoven op de productielijn liggen, waardoor ze tijdens het inpakken niet goed worden verdeeld. Hierbij gaat het om een kort moment dat vrijwel altijd direct wordt opgelost, maar desondanks kan het voorkomen dat het beschadigde biscuit niet is opgemerkt door de productiemedewerkers, zoals u helaas heeft moeten ondervinden. De productiewerkers zijn hiervan op de hoogte gesteld en scheppen waar nodig het proces aan. Wij stellen het op prijs dat u de moeite heeft genomen om ervaring met ons product bij ons te melden. Mede aan de hand van reacties van consumenten kunnen wij verdere kwaliteitsverbeteringen doorvoeren. Als dank daarvoor sturen wij u een compensatie voor uw klacht. Met vriendelijke groeten, mevrouw Madeleine Schohous, Verkade, consumenten. Nou, ja, dat is een keurig briefje. Dat wou ik zeggen. Zo'n antwoord had ik al verwacht. Want ik kan moeilijk zeggen, inderdaad, daar hebben muizen aan gezeten. Nee, dat geloof ik. Maar kijk eens die rol, want ik denk dat die rol het niet helemaal goed heb overleefd tijdens de... Ja, maak hem eens open. Ik wil wel een koekje. Maar ik heb nog een vraag voor Verkade. Nee, dat is niet heel. Nee. Ook een hapje uit. Oh, er zijn hapjes af. Hebben ze een verdelgingsfirma aangetrokken? Nee, maar weet je wat het ergst is? Heel fijn van Verkade. Ja, zeker. Het is een heel net briefje. Dus keurig alle gaatjes dichtgetimmerd. Maar één rol is wel heel schamel. Meneer Koninklijke Verkade. We hadden er op zijn minst 500. Nee, maar het is één rol. Het is één rol met heel veel stukjes. Dus je moet niet zeuren. Nee, maar weet je wat je had moeten hebben? Gewoon een tegoedbon voor... Nieuwe, ja, die hadden ze gewoon met de post een dingetje kunnen sturen. En niet koekjes zo in zo'n doosje, meneer Verkade. Nee. Vraag maar mijn man voor chocola. Ja, als ik zo chocola verstuur, dan komt er ook niks van terug. Ja, dat komt allemaal kapot aan. Nou, mooi. Bedankt, meneer Verkade. Doe mij maar een koekje. Hallo, Smartie. Hallo, Ella. Hallo, iedereen. We zijn weer thuis. We hebben dus geen Too Good To Go kunnen scoren in Epe, helaas. Ik had ook geen zin, we waren een paar dagen weg om de hele tijd op de app te zitten. En in Epe zijn er niet zo heel veel, dus dan moet je er echt bovenop zitten, wil iedereen scoren. Dus dat is helaas niet gelukt. Maar wel Too Good To Go van de Hoogvliet. En het is een hele zware tas. Oeh, dat klinkt goed. Maar eerst de gewone boodschappen maar even. Wel ja, joh, ik ben er nu toch. Weekendboodschappen vinden sommige mensen heel leuk om te kijken. Andere mensen weer helemaal niet, maar dat mag je zelf weten. Dit hele swikkie wat ik je nu ga laten zien kost €51. Oh. Dus dan weet je dat vast. En daar doe je dan een heel weekend mee. Wat zegt u? Ik zeg, daar doe je dan een heel weekend mee. Jazeker weten. Sommige dingen gaan zelfs verder. Zoals de broodjes. Trouwens, deze horen er ook nog bij. Ach, dat is schattige dingetjes. Ja. Dat is voor het voorjaar. Een chippie, want het is weekend. Ik eet een klein zakje en alleen in het weekend. Ik hou me in. Goed, hè? Ja. En jij ook, hè? Zeker, ik eet 2 zakjes. Pinda's. Ja. Eetrijpe avocado's. Dat is heel fijn, want dat zijn kleintjes. Shawarma broodjes. Oh, lekker. Gaan we shawarma eten? Ja. Heerlijk. Zaterdag, dacht ik. Dit eten we vandaag. Wat is? Ik ga het niet laten zien, want... Ik heb al 100.000 keer laten zien hoe wij noedels eten. Oh ja. Van die Oedon noedels. Dat zijn deze. Van die dikke noedels. Oh, die zijn zo lekker. Bij Albert Heijn hebben ze die bijvoorbeeld. En dit is die Javaanse wok. Met die gele wortel en die pultjes. Oh ja. Lekker hoor. Ja, die gaan we er dus bij nemen. En wat doen we daar nog meer bij? Zeevruchten. Oh, ik dacht dat snoepjes waren. Ja, lijkt zo hè. Ja. Dat is ingevroren. Dat vind je in het vriesvak. Dat is ook heel goed en niet duur. Kun je even heet water overheen doen, dan is het zo ontdooid. En dan wokken, hè? Wokken, jongen. Een stukje gruyère voor over de pasta. Of de lasagne. Ik heb nog steeds die volkorenbladen van de lasagne die ik moet maken. 2 roomboter. Nou, dat gaat veel verder mee dan het weekend. Dat zou niet best zijn. Dan hadden ze hele kleine meloentjes. Ach, wat een schattige kleintjes. Schattig, hè? Ja. Servetjes waren heel erg afgeprijsd. Hele leuke. Met tomaten en rozen. Oeh ja, als het afgeprijsd is. 69 cent. Ben ik erg gevoelig voor. Ik geef het eerlijk toe. Als er zo'n rode sticker op zit. Maak me gek. Een steenovenbroodje. Lekker. Die zijn daar ook altijd heel lekker. Fisherman's Friend. Salmiak. Klein stukje Franse kaas. Ik koop tegenwoordig 3 kleine stukjes voor de zondagmiddag. Kijk. Tijdens de Formule 1 doen we dat dan, bedoel je? Ja, precies. En dan is het ook op. Weet je wel dat je niet de hele week Franse kaas zit te eten, want dat is dus het probleem bij mij. Man, wijn en Franse kaas. Oh, abrikozen. Ja, die gaan in die lekkere koek. Oh, die lekker. Ga die maken weer? Oh, heerlijk. Ja. Soosjes, 2e gratis. Nog steeds. Handig. Kijk eens wat ze hadden voor jou. Oh, blokjes. Aanmaakblokjes. Ja, daar ben ik blij mee. Dat was eigenlijk voor de barbecue, maar ik dacht nou, dat maakt natuurlijk niks uit. Dat doet het hier ook. Zeker. Kurkuma, vergeten in Epe. Dus ik moest even nieuw kopen. Cool, knolletje. Een hele goeie. Meestal hebben ze die alleen bij de Lidl, maar nu zag ik hem hier ook. Deze heb ik genomen. Ik weet niet of het echt lekker is, maar we gaan het gewoon proberen. Oh, vruchtstol. Oh ja. En ik moet eerlijk zeggen, hij is echt helemaal niet duur. Ik geloof €3. Met spijs dus, ook nog, ja. Ja, en als je dan, ja, dat kan eigenlijk niet heel lekker zijn, jongens. Maar we gaan het gewoon proberen. Van de bakker is natuurlijk het allerlekkerst, maar ik liep er nu langs. Ik dacht, ach, hè? Voor het weekend. En yoghurt, ja, hele lekkere. Bij de Hoogvliet. 2 heb ik er genomen, want die maken wij wel op. Een pakje melk voor de cappuccino. Een flesje cola voor Martin. Oh, dank u. Blikjes hadden ze niet. Nee, maar ik vind soms flesjes wel net zo handig hoor. Oh. Oh, dikke zak. De dikke zak pinda's, heel fijn. En nog een tandenborstel voor Martin. Oh ja, ook heel fijn. Ja. 3 Jordans per jaar. 4 Jordans per jaar. Exclusief, ja. Ja, en dit is een prodent, maar jij bent niet zo gevoelig hè? Ik ben heel gevoelig hoor. Ja, maar niet qua tandenborstel. Oh. Toch? Oh ja. En dan de Too Good To Go jongens. Maar dit hele zwikkie kost dus €50. Even voor je beeldvorming. En nu ga ik aan deze kant neerzetten wat ik voor de Too Good To Go heb gekocht voor €4,99. En dat is dus... ongeveer net zoveel. Nee, dat kan niet hè. Dat is 10%. Nee, dat kan niet. Maar ik bedoel maar... ja. Ik snap wat je bedoelt. Dat je wel in de gaten hebt dat dat ontzettend goedkoop is. Oké, wat zit erin vandaag? Ja, een brood. Oh, even is dat? Spitskool. Oh, lekker. Lekker. Kun je een heel lekker stampotje van maken met gruyère. Die heb ik gekocht. Maar dit is ook grappig. Dat zijn mosselgroenten, maar daar kun je ook heel goed soep van maken. Het zijn gewoon soepgroenten. Is het dan mosseltuig? Nee, ja, toch? Maar ja, die zijn er altijd wel hoor. Alleen, je wilt natuurlijk heel graag dat ze uit Zeeland komen. Kijk eens! Oh, een hoe heet zo'n backpipe ook alweer? Of enkel, ja. In de risotto. Een doedelzak. Een box hoor. Magere melk. Kijk aan, die had je net gekocht, maar dan maken we die op. Volle. Oh. Magere, ik weet niet of ik daar cappuccino van kan maken, maar kan het proberen. Toch? Zo is dat. Een bakje voor Sophie. Nee, niks Sophie. Ananas. Ananas, vind ik lekker. Ananas. En de yoghurt. Oeh, Bink ruikt iets lekkers. Oh, Vivera, daar zijn we gek op tegenwoordig. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Een worst die geen worst is. Oh ja, top. Toch? Nou, we gaan de goede kant op. Het is een hele mooie box hoor. Champignonnetjes. En dan 2 echte hamburgers. Oeh, 2 keer? Nee. Oh, in één schaaltje. Oh, ja, ja. En als laatste een klein pizzaatje van Jan. Oh, lekker. Daar heb ik ook wel zin in. Ja, heel lang geleden dat ik een pizza heb gehad. Hartstikke leuk. Ik vind het echt een hele mooie box. Is dat er maar 1 of zijn er 2? Nee. 2 Jannetjes. Nee, die moet je nog maken. Het deeg zit erin en de saus. Oh. Dat is zo'n pakketje. En dan moet je dat helemaal uitrollen. Dan heb je 1 grote pizza. Oké. Dat wist ik niet. Ik dacht dat het een heel klein pizzatje was. Mini pizza. Nou, top. Voor die €5. Ja, kijk, soms dus meer. Ja, natuurlijk is dat meer. Maar dit is wel heel veel voor €5. Zeker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artikelen. Waaronder best wel dure. Ja. Dat was weer een goeie. Oh, hele goeie. Dank wel, Hoogvliet. Geweldig. Nou, nog even een briefje schrijven. Dat er iets niet in zit en dan komt meneer Verkade. Nee, hoort je mensen ook weer? Nee, flauw. Nee. Dit was helemaal oké. Ja, en jongens, niet zonder dolle. Verkade doet natuurlijk ook vast hele goede dingen. Maar dit wilden jullie toch ook niet onthouden. Nee, het was wel grappig. Waarom? Verder wensen wij jullie een heel fijn weekend. Zo is dat. En graag tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doeg.